Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Beste broeders en zusters, beste volgers van Vraag Islam. Ik vraag Allah azza wa jalla om jullie allen te zegenen, om jullie in staat te stellen het maximale uit jullie leven te halen. Zoals jullie weten is Vraag Islam al een tijdje actief bezig met het verkondigen van de islamitische boodschap. Vraag Islam doet al jaren goede zaken als het gaat om mensen kennis laten maken met de islam zoals die daadwerkelijk is, zuiver, zonder verkeerde interpretaties van mensen waarbij een verkeerd beeld over de islam ontstaat. Alhamdulillah, het is ons gelukt om jaren mensen van dienst te zijn. Er worden wekelijks tientallen vragen gesteld. Er worden, alhamdulillah, ook artikelen geschreven en allerlei andere initiatieven die niet altijd worden gezien. Echter, waren we in de afgelopen jaren, ik ben sinds enige tijd hierbij betrokken, waren we vooral online bezig. We ontvangen letterlijk duizenden bezoekers per maand. Alhamdulillah voor deze gunst, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Vraag is dan, wordt alleen maar door vrijwilligers gerund, dus niemand verdient er aan. Het is 100% een da'wa project, een vrijwilligersactiviteit. Niemand krijgt salaris of verdient aan initiatieven van Vraag Islam. En dat heeft ons deels ook beperkt om vooral online actief te blijven. Nu willen we de stap ook om offline te werk te gaan. Dus echt daadwerkelijk in contact met mensen. We zijn van plan om langs scholen te gaan, om in gesprek te gaan met leerlingen, met andersdenkenden, met andersgelovigen over de islam. En dat we die, inshallah, azawajalla, op een goede, duidelijke, heldere manier zullen presenteren. Daar hebben we natuurlijk middelen voor nodig. En die middelen kunnen we niet aanschaffen zonder jullie hulp, zonder jullie steun. En vandaar dit filmpje waarin we jullie oproepen en vragen om dit initiatief te starten, om ons te helpen dit mogelijk te maken. Meer informatie zullen we met jullie delen, wat de exacte producten zijn die we nodig hebben, wat die middelen nou exact zijn en wat we daarvoor nodig hebben. Jullie zullen met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala verrast worden. Dus ik zou zeggen, volg ons vooral. Deel dit berichtje, stimuleer anderen om ook te doneren, om ook te helpen. Als het financieel niet kan, geen enkel probleem. Steun ons middels jouw dua, middels het delen van dit filmpje, middels andere innovatieve manieren. Wees inshallah azawajalla voor ons. En wij zullen er ook voor jou zijn, zodat we samen inshallah azawajalla de zegening en de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala krijgen. Mocht Allah azza wa jalla iedere persoon die de intentie heeft om te helpen, of bereid is om te helpen, of al geholpen heeft, mocht Allah azza wa jalla dit van jullie accepteren, jullie allen zegenen. En mocht Allah subhanahu wa ta'ala degene die niet in staat zijn om te helpen, om te doneren, mocht Allah subhanahu wa ta'ala hen voor voorzieningen voorzien. En mocht Allah azza wa jalla hen begunstigen met de mooiste wat ze wensen. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.